Dag Nicole, goedenavond. Nicole de Leeuw, Nederlands in Vlaanderen. Hè? Ja. En bij Miss Benelux, hoe komt u hier terecht? Ik kom hier terecht via, ik heb meegedaan aan Queen of the Benelux. En daar hoorde ik meiden praten over een echte misverkiezing, Miss Benelux. Ik denk, daar moet ik meer van weten. Dus een beetje gegoogeld en met Stephanie gesproken en zo ben ik hier terecht gekomen. Wat zijn uw grote troeven bijvoorbeeld? Dat is een goede vraag. Misschien wel een beetje mijn ervaring. Ik ben iets ouder dan de rest. Ik geef het niet graag toe. Hoe jong is dat dan? Ik ben 24. Scheelt een paar jaartjes, maar ik heb net ook een grote reis gemaakt. En als je daar dan naar Zuid-Amerika en Noord-Amerika en als je dan de tegenstellingen ziet. En ja, daar leer je zoveel van. Ik hoop dat mee te kunnen nemen in deze misverkiezing. Toch dat net dat beetje extra. Beetje spice. Sociaal geëngageerd? Betrokken? Sociaal betrokken, ja. Vorig jaar heb ik me dus ingezet voor een goed doel dat aan de misverkiezing gekoppeld zat. Dat vond ik echt heel erg leuk. Heeft mijn deur in ieder geval geopend na de eerste keer zoiets doen. En graag zou ik echt nog meer daarvoor doen. En ik denk met de titel van Miss Benelux dat je een groter publiek kan bereiken. Ja, het liefst zou ik Sinterklaas worden. Iedereen de hele tijd cadeautjes geven. Al aan het werk ondertussen? Of studeerde je nog? Ik ben afgestudeerd. Ik ben nu werkzoekende omdat ik net terug ben van mijn reis. En ik hoop iets te gaan doen in de horeca met uiteindelijk mijn eigen bedrijf. Dus wat heb je gehaald als diploma? International Hospitality Management. Perfect in het vak dan? Ja, dat zou je zeggen. Ja, daar gaan we voor. Eigen zaak? Ja, dat lijkt me ontzettend gaaf. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje eigenwijs. Dus als ik dan ergens lekker een broodje zit te eten in Gent, denk ik altijd van, oh, dit kan iets beter of dat kan iets beter. En dan denk ik, ja, dat is toch een beetje ondernemersgeest, dus dat zou ik graag verder ontwikkelen. Zijn die keukens in Nederland zoveel beter dan in Vlaanderen? Oh, dat zou ik zeker niet zeggen. Dat zou ik niet zeggen. Nee, ik bedoel, Vlaamse frieten zijn favoriet natuurlijk. Hè? Belgische wafels, Belgische chocola. In Nederland hebben we alleen maar hutspot en boerenkool. Daar doe ik het niet mee. Is er een vriendje die je kan afremmen? Nog niet. Nee, we hebben geen vriendje. Oh, je een beetje de boot af? Eerlijk gezegd, misschien wel een beetje. Ik vind het nog heerlijk om mijn eigen dingen te doen en niet de hele tijd iemand verantwoording moeten afleggen. En het kan ook heel gezellig zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar nee, tot nu toe niet. Ik vind dat zeer verstandig. Wel bedankt. Dank u wel, dank u wel.